Voorzitter, belastingontwijking en ontduiking door sommigen zijn slecht voor het belasting, voor de belastingmoraal van zij die wel netjes hun bijdrage leveren. Het wordt tijd om eens onder ogen te zien dat sommige, niet alle, maar sommige extreem rijke individuen weinig bijdragen aan onze samenleving. Soms wordt het mogelijk gemaakt door landen op rijafstand van ons land. Denk bijvoorbeeld aan Monaco of Zwitserland. In andere gevallen, denk bijvoorbeeld aan grootverdieners in de private equity, bestaan lucratieve routes om miljoenen aan bonussen geheel of gedeeltelijk buiten het bereik van de fiscus te houden. Ik wil voortbordurend op mijn eerdere schriftelijke vragen en zijn reactie daarop hierover graag een debat aanvragen met de staatssecretaris van Financiën. Dank u wel, meneer Itzinga. Ik ga even kijken of daar steun voor is. Ik zie als eerste de heer Van der Lee, GroenLinks, PvdA. Ja, ik ben heel blij dat de heer Itzinga dit belangrijke onderwerp heel snel wil agenderen. Dus van harte steun vanuit GroenLinks, PvdA. Noteren we steun. Dan de heer Vlotters, PVV. Steun. De heer Grinwis, ChristenUnie. Steun voor dit debat. De heer Stoffer namens de SGP. Ja, voorzitter, ik ben altijd wel een beetje huiverig over wat de definitie is van extreem rijken. Maar de heer Itzinga vertrouw ik, voorzitter, dus steun. Noteren we steun. De heer Sneller, D66. Over het vertrouwen komen we later te spreken, maar steun voor dit debat. De heer Krul, CDA. Steun. Mevrouw Van Eyck, VVD. Belangrijk onderwerp, maar wat ons betreft eerst in de commissie geen steun. Geen steun. Mevrouw Koekoek namens Volt. Van harte steun, voorzitter. De heer Ergen namens Denk. Steun. De heer Vermeer uiteraard namens BBB. Steun. Lid Kostic namens Partij voor de Dieren. Steun. En de heer Dijk. Volgens mij kan ik dit alleen steun. Achternaam noemen. SP. Ja. Dank. Daarmee is er dingelijk een meerderheid. Maar ik check wel even. Ja, is er meerderheid. Ja, bedankt. Dank u wel, meneer Itzinga.